You have an extra entrance to your booth this year. Yes, this year we bought a real safe in Maastricht at the TEFAF, and which you can reopen. It's a door, looks like iron, but it's not. And we can close it at night and open it now for the visitors. And we have brought a whole treasury with us. It's a whole collection of more than 40 objects from the Renaissance and the Baroque. So let's enter. Yes, please, you're most welcome. Yeah, we always try to make something very special at TEFAF in Maastricht, but we are here already now for 20 years. And this year I was able to create this special room with a treasury, and they were made for kings and noblemen, made out of rock crystal, lapis lazuli and jasper, mounted in gold and in fire gilt silver. And this is probably the most incredible private collection of these sort of vessels from the Renaissance. But it took me 10 years. Yeah. And I'm very, very happy to have this here now in Maastricht for the very first time. And it's already a great success. Okay. It's already a good year for you. It's already a good start. Very good start. We're never happy enough, but it's a very, very good start for us. This is also full of treasures? It used to be, but at the moment it's empty. So the client who will buy it can put all the things he loves inside. It's a cabinet made in Augsburg around 1600. And all the paintings you can see are painted on copper. So it's all on copper. And what's so wonderful about it, you have secret drawers, which the people love a lot. So if you like, I open them for you. Yeah, sure. So you have to push this button, get away with this column, and you have the hidden doors in the back. Hey. All tiny little drawers for jewelry, maybe for love letters, we don't know. Yeah. Wonderful. And this cabinet was made in Augsburg, and this was the center in the Renaissance for cabinet makers of this. One of the most famous makers was Philipp Heinhofer, and there's one cabinet by him in Florence, in the Palazzo Pitti. We are very happy to have this here and show this the very first time at TEFAF in Maastricht. And is it sold already? No, it's still waiting for a buyer, but we have lots of interest. And so we have still a chance? We still have a chance. Yeah. And how much I have to ask for my bank? Oh, we are asking 140,000 euros for this. Okay. Deze stand openen en dat doen we met enkele sprekers die slechts kort u zullen toespreken. Het was in 1987 toen de eerste TEFAF hier was. Ik zat toen in de gemeenteraad van Maastricht. Wij waren apetrots, maar we wisten eigenlijk niet precies wat TEFAF was, wat TEFAF ging worden en dat TEFAF ging uitgroeien tot wat het vandaag de dag is. Maar trots waren we, want er was iets speciaals. Er waren uiteraard al van tevoren twee beurzen in de Eurohal. En u ziet wat het geworden is. Wij kunnen Maastricht, wij kunnen Limburg niet meer voorstellen eigenlijk zonder de TEFAF. Het is uiteraard belangrijk dat die beurs in deze stad en deze regio is. Dat is voor de stad en de regio van enorm van belang. Niet alleen voor de directe omzet, want dat vind ik altijd zo koud. Het gaat met name over de allure, de imago. Het feit dat je daarmee je als regio, als een internationale regio kunt profileren. En omgekeerd is natuurlijk deze locatie voor handel een uitstekend geschikte locatie. Dat deze al een ver voor elkaar al de grootte hier handel drijven. Maar handel drijven in deze stad betekent ook dat je op een relatief kleine omgeving mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet alleen op de beursvloer, maar ook daarnaast. En dat mensen hier naartoe komen alleen voor de beurs. Die hele stad, die hele regio is TEFAF. En dat is heel wat anders dan dat je dat in een grote stad als Brussel of Amsterdam of Londen gaat doen, waar je maar één van de zoveel evenementen bent. Dus ik denk dat het inderdaad een wederzijds win-win situatie is. En dat gaan we volhouden, natuurlijk. We hebben het geweldig gehad in New York, met ook dank aan de burgemeester en ook aan de gouverneur. De gouverneur was er niet zelf helaas. Wij voelden ons als een soort drie-eenheid die daar in New York stonden. En met z'n drieën hebben wij toch behoorlijk smoel gegeven aan Maastricht en aan Limburg en aan TEFAF.
Ja, wat ik begreep uit de woorden van de voorzitter van TFAF was dat in ieder geval geapprecieerd werd, was dat er een delegatie vanuit Maastricht naar New York ging. Ja, dat zei hij. En ik, vorig jaar toen we hier stonden, maakten we ons allemaal een beetje bezorgd van wat gaat daar gebeuren. Hè, als de TFAF ook naar New York gaat. We hebben ervoor gekozen om samen met de provincie en ook wat partners de TFAF daar te presenteren. En dat heeft heel goed gewerkt. We zijn, dat zei hij ook, hè, een soort drie-eenheid. We zijn echt gekomen om de TFAF met z'n drieën daar te brengen. Provincie, gemeente en TFAF. En dat heeft goed gewerkt aan beide zijden. Ik denk, het heeft de TFAF goed gedaan. Het heeft de stad ook heel erg goed gedaan. Je moet dan toch je gezicht laten zien en niet aan je schulden blijven. Dat is ook zo. En je kunt wel je laten regeren door angst dat je iets kwijtraakt. Maar nu is wel weer gebleken dat als je gewoon vol gaat voor de goede zaak, dat je samen sterker bent. Ja. Ja, en misschien ook wel, althans in New York hoorde je dat wel, van natuurlijk, het heet TFAF, maar ook in New York spraken ze eigenlijk over de Maastricht Fair. Ja, dat klopt. Moeten we ja. toch een beetje erin houden eigenlijk. Ja, dat is leuk. En ik kreeg de catalogus en die zit in een zakje. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar dat zakje staat aan de ene kant TFAF New York en aan de andere kant TFAF Maastricht. Ja. En die zakjes delen ze ook in New York uit. Dus Maastricht zal toch ook vereeuwigd worden in New York. Het is goed. Dames en heren, de stand is geopend.